En tegen een team zoals Den Haag was dat verschil wel erg groot. Dat ziet er nu anders uit. Ai, dat is jammer voor Diok. De scrum zag er goed uit, ze ging naar voren. En ze krijgen de... Ik denk driemaal is scheepsrecht. Of dat in Rotterdam ook zo is, dat moet nog maar blijken. Maar het ziet er toch naar uit dat ze een derde poging gaan wagen. Er wordt interessant ingelopen. Ja, hier is hij, de derde poging tot de driving mall. En nu staat hij keurig, maar Askam fraai aan het verdedigen. Er zit weinig beweging in. Er wordt uitgedraaid door de nummer 1 en die pakt het bonuspunt voor Rotterdam door de vierde try te drukken. En die zet daarmee de score weer verder uit elkaar. Yeah, get him, Richie! Yeah! Ja! No handbags! Come on! Ja, dit is dat rollen, dat mag niet, maar gezien de overtredingen van de tegenstander denk ik dat de scheidsrechter nu laat gaan. Bal wordt echter geript in zijn handen en daardoor nu weer balbezit door Rotterdam die uit hun eigen 20 meter kunnen. En als je dan inderdaad die lucky bounce hebt, nou ja, we zien het resultaat. Gevangen en driving ball opgezet door Diok, nu dan toch naar beneden toe. Grote nummer 1, Richmond Tahafe. 20 oktober. En dat was wel de periode waarin Diok bepaald niet fijn. Ook toen met veel jongens van buitenlandse afkomst. De coach Chris Ferreira heeft aangegeven dat hij toch een zestal gehaalde spelers heeft. Steeds moeite met die game line is inmiddels gestoken. Grote nummer 1, Richmond Tahafe. Dat zal ongetwijfeld. I can sit there. Okay, let it come. Fine. Listen! Point! Goed, Ibert!
Set! No, no six. I need a release. Sorry. De scrum staat. Amsterdamse handen. Je hoopt toch dat er wordt flink geduwd door Rotterdam, maar voornamelijk nu op de lange zijde van het veld staat. Hier gebruik van gaat maken en er ruimte gaat komen om dan toch nu eindelijk die eerste felbegeerde try te gaan scoren. Rotterdam zet hier heel snel de benen. En met de ontzettend snelle schoenen van onze Kai op de flanker moet het haast wel lukken om deze bal toch weer vlot in Amsterdamse handen te krijgen. Maar we gaan het zien. De bal zit erin, er wordt niet... ik verwacht dat er een keurig rechtervoetje tegen de bal aan zou komen om die toch een stuk verder naar buiten te werken. De nummer 10 staat al wat dieper. Afloopt dat het 2 dagen koel houden is en daarna gewoon weer lekker verder kan. De bal wordt ingebracht door A-scrum. De scrum staat, de scrum wordt een stukje achteruit gezet door...